van harte welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sobelsoft en Elfrik. En vandaag ben ik samen met... Jorrit. Ja, we zijn vandaag weer samen met Jorrit. En in de vorige video heb ik jullie beloofd dat wij met deze nieuwe skin zouden gaan rijden. Jorrit had deze skin de vorige video al. Jorrit heeft hem een beetje aangepast met witte kleur. Ik heb hem vandaag in een rode kleur. Het is de Crystal Dimension, volgens mij, ja? Ja. Ik rijd vandaag met een S85 midlift. En Jorrit rijdt vandaag met een 4x2S37. En wij hebben vandaag een ritje van het mooie Linköping Drekkentrans, waar wij de vorige video geëindigd zijn. Hebben wij een ritje over deze hele mooie weg. Dit is een ontzettend mooie weg. Gaan we naar Kalmar. Het is niet een heel lang ritje, maar het is wel een mooi ritje. Hier in Kalmar gaan wij nog eventjes naar een mooi plekje toe, denk ik. Kan wel eventjes. En ja, dit is een mooie weg. Dit is een mooie weg, dat ga ik jullie beloven. Dit wordt een mooie wegvideo, zeg maar. Ik zet we zijn vandaag containerboeren trouwens. We hebben een containertje erachter. Speciaal voor onze grote vriend Kevin Truckfotografie. Volg hem allemaal even op Insta. We zijn vandaag de containerboeren. Ik zou zeggen, Jorrit, geef gas. Jij mag weer voorop vandaag, jongen. Het is weer jouw dag, hè? Yay. Het is ook precies dezelfde dat we deze video opnemen. Dus, oké. Ik heb vandaag eventjes een midlift omhoog. 5 ton had ik de vorige video ook wel kunnen doen op zich. Dan hadden we 3 ton. Hè? Dan hebben we minder slijtage, kost minder brandstof. Tenminste, zo is het in het echt wel geregeld. We hebben vandaag 5 ton, dus iets zwaarder dan die 3 ton, maar heel zwaar is het weer niet. Maar goed, hè. Wij pakken de mooiste traders eruit. De mooiste rikjes en hoeveel dan iets weegt, dat maakt ons niet veel uit. Maar we zitten 24 ton achter, ja, dan gaan we iets minder snel vooruit. Maar de trader komt ook wel op bestemming, geen probleem. Jorrit en ik beuken hem gewoon door. Om met 80 door een stad heen, hè? Dat ziet verder niemand. Nee. Dat ziet verder niemand. Oh, dan blijft hij ook op de 80 zitten bij mij. Ik hou mijn voetpedaal gewoon stil. Meestal kan dat alleen met de cruise control, maar... Beter om. We gaan hier rechts op de rotonde richting het mooie. Waar gaan we heen, Jorrit? Kan maar. Mooi. Jorrit heeft er van zich zin in, hè, Jorrit? Ja. Joh, dat was het Flight Simulator aan het spelen. Ik zei tegen hem, wil je een video opnemen? Ja, ik moet nog eerst even landen. Ik stort lekker neer. Ja, ben je nou neergestort of heb je vliegtuig wel aan de grond gezet? Ja, ik heb hem aan de grond gezet. Goed zo. Voor de mensen die nu in de reacties willen gaan typen, Thomas, ook een keer Flight Simulator doen. Ik heb daar de ballen verstand van. Ik weet dat je op F4 moet drukken dat de ding in gas gaat geven. Voor de rest heb ik er geen verstand van. Ik weet niet welke knopjes het allemaal zijn. Ik heb het een keer met de jongens gespeeld. Ik heb het spel wel. Met Ramon konden we samen vliegen. Drukte ik alle motoren uit. We zijn er bijna neergestort. En Ramon, wat doe je nou, Thomas? Ja. Maar we zijn geen Flight Simulator aan het spelen. We zijn Eurotruck aan het spelen. Precies. We rijden hier bij een rotonde. En die rotonde die ken ik nog. En de mensen die de Special Transport DLC video hebben gekeken. Toen we daarmee gingen rijden, kennen deze rotonde ook nog. Oh. Want we rijden op dit moment op een route van een Special Transport. En ik had hier ruzie met die vangrail en met een vrachtwagen die op de linkerbaan mij tegemoet kwam rijden. En met het busje die achter mij stond, want ik had de bocht verkeerd genomen. Die vrachtwagen ging hier aan de kant en ik zat bijna tegen dat busje aan. Dus ik had hier nogal ruzie met die Special Transport. Dat zijn die hele lange trailers. Ja. Dat heb ik ook aan het Nee, die was heel breed. Die was niet eens heel lang, die was heel breed. Ja, die heb ik ook. Dat ga ik binnenkort ook nog een keer doen. Ja. Je zit nog steeds niet in multiplayer. Nee. Als je niet in multiplayer zit, en, dan spelen wij het niet zo vaak. Want wij spelen eigenlijk altijd multiplayer. En singleplayer, dat is een enkel keer dat we het spelen, zeg maar. Ja. Ik speel bijna ook geen singleplayer meer. Helemaal niet eigenlijk. Nee, ik dan nog een keer met een livestream promos of voor een video. Want er komen ook video's voor promos aan. Het is niet alleen Eurotruck Simulator 2 multiplayer. Een keer een firmware video kan gebeuren, een ATS videootje. Ik wil dat het allemaal een beetje afwisselend is. Het is niet dat we elke maandag multiplayer doen. Elke woensdag ATS, elke vrijdag firmware. Dat is een verrassing wat er komt, zeg maar. Dus dat is voor mij ook een verrassing. Ik neem op waar ik zin in heb, want anders voelt het allemaal zo verplicht. En ik vind persoonlijk dat het dan geen leuke video's worden. Dan is het van, oh ja, we moeten ATS opnemen. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen zin in ATS. Daar wordt het geen leuke video om ATS te gaan opnemen, zeg maar. Nee. Nee. Maar hoofdzakelijk komt Eurotruck Simulator 2 multiplayer online. En als er iemand van de kijkers wil meerijden, dan zou ik zeggen, kom een keer op Teamspeak. Spreek een admin aan en vraag een keer of je mag meerijden. Dan kunnen we dat regelen. Dat kunnen we niet met iedereen doen, uiteraard. Maar als je een goede microfoon hebt en je wil een keer meedoen, dan
Dan valt het uiteraard te regelen. Het is ook niet dat we alle video's opnemen met Jorrit, maar Jorrit die is er vaak, dus Jorrit die kan wel meespelen, dat is wel leuk. Maar Ralf kan ook wel een keer meedoen, Jelme misschien, Kevin. Ja. Oh, dan wordt een lachvideo met Kevin. Nicky, ja, ja, met Kevin. Ja, Kevin, hè, dat moeten we een keer doen. Droge humor, ja. Geweldig. Ja, Kevin is de grappenmaker van de Teamspeak. Geweldig. Van de bingo club. Ja. Zo. Precies. Ja, jongen, mijn neus zit verstopt, jongen, als een paard. Zeg maar. Zo. Begrijp je dat? Mijn brui is aan de verkeerde kant. Ja, precies. Ja, we rijden hier door het mooie kerstbomenlandschap Dennenbomen. Over een hele hoge brug. Kijk, dit vind ik altijd zo mooi in Scandinavië. Die huisjes hè, daar rechts beneden. Ik vind het, ik zei heel het, kleurrijk. Dit is gewoon een hele mooie weg. Dat zei ik al vanaf het begin, weet je. Dit is gewoon geweldig. Je hebt hier soms ook van die wegen dat wij even twee baans zijn. En dat de linkerbaan dan één baans is. Dat vind ik dat ze dat in Nederland ook moeten gaan doen. Want dat heb je even een gedeelte om in te halen. Er komen veel minder ongelukken door. Want als je hier gaat zitten inhalen op een tweebaansweg en je hebt geen mogelijkheid om in te halen, daar komen ongelukken door. In Duitsland zag ik dat laatst ook. Ik was met een chauffeur mee. En toen zei ik tegen hem, ik zei, dat moeten ze in Nederland ook gaan doen. Hij zei, ja, eigenlijk wel. Hè. Ik zei, ja, het zou wel mooier zijn, toch? Er moet ook wel ruimte voor zijn, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, als ze nieuwe wegen gaan aanleggen, is dat wel een goed idee, zeg ik. Ja. Hier rechts heb je ook een mooi bedrijf hier, Nordic Steinfort of zo. Steinfort. Ah, ik ben er wel geweest, nou. Ja, ik ben er ook wel geweest. Maar nog niet op dit profiel. Ja. Ja, met alles opnieuw. Ik moet alles ontdekken, jongens. Alles ontdekken. Ja. Ik ben nergens geweest. Nergens. Kijk, hier, dit bedoel ik volgens mij. Volgens mij komt het weer nu. Oh nee. Ja. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee, kijk dan. Of jawel. Verderop. Ja. Ja, kijk, hier, dit bedoel ik. Je hebt hier nu, aan onze kant, kijk, als ik nu wil, dan kan ik Jorrit veilig inhalen zonder dat er tegenliggers aankomen. En die andere baan, die heeft dat straks, of heeft dat eerder gehad. En dan is aan onze kant is er één baan, dan kunnen die mensen elkaar inhalen. En daardoor gebeuren er veel minder ongelukken. Ja, maar ja, je moet wel weer zorgen dat je op tijd terug bent, anders dan... Ja, oké. Okay. ...zit je nog in de problemen. Ja, maar ik vind dat vind ik echt super chill, dit soort wegen. Zeg ja. Maar, je achter iemand rijdt die de hele tijd 70 rijdt op deze weg en je wil lekker doorknallen met 90 aangezien wij barregaande zijn, dan kan dat gewoon. Ho, er komt wegwerkzaamheden aan. Als het rood is, moeten we remmen. Ja, het is rood. Dat betekent dat we even stil gaan staan. Oh, het is net groen. Bij mij is het nog steeds rood. Bij mij niet. Oh ja, bij mij is het nu ook groen. Kijk eens aan. Net of er een of andere sensor in de weg zit, hè? Ja, moeten ze vaker doen, die dingen. Ja, inderdaad, bij verkeerslicht ook. In multiplayer en in singleplayer ook. Als er geen auto's of geen vrachtwagens aan de andere kant staan. Nee, maar ik bedoel meer wegwerkzaamheden, meer een beetje variatie. Ja, klopt. En dan deze een keer weg hier, want deze zit er nu ook alweer 2 jaar en dan een keer opschuiven naar een andere plek. Ja. Ja. Maar waarom hebben wij nou alweer dat we kunnen inhalen dan? Die andere mensen krijgen geen kans. Nee. Maar het is hier, jawel hier, gaat oh, ja, meteen hier. Over. Oh, kijk eens aan. Heb jij weer goed gezien, Jorrit? Heb jij weer goed gezien? Mogen ze toch nog wat? Ja, mogen ze toch nog wat, hè? Ja. Daar mogen ze toch nog wat, zegt de Jorrit hoor. Al die paaltjes hier, hoor. Ja. Dat zijn allemaal paaltjes, hè? Maar die kan je niet ombeuken. Nee. Nee, er zit een heel stevig ijzerdraad doorheen, zoals ik zie. Zoals ik het zie, zeg maar. Ja, ik ben er nog een keer tegenaan gereden in de livestream laatst, maar... Ja, als je hier krijgt, dan... Oh. Ga ik het weer doen? Nee, ik ga het maar niet weer doen. En dan heb ik ruzie. Als je hier krijgt, dan staat meteen het heel konvooi stil. Ja. Dat is wel een keer gebeurd. Dan heb je ook nog eens dat het naar beneden gaat, dus dan zie je het niet aankomen. Staat opeens iedereen stil, klap je er vol achterop. Ja. Dan heb jij een rot probleem. Ja, dat is zeker weten waar. En heeft Patrick gewoon een pesthekel aan, wat terwijl. Ja, het is groen. Oh, nee. Nee, nee joh, wat doe jij? Nee, 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 nee. Oi, 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 oi. Ik denk, hij rijdt wel door, hoor. Och, 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 och. Niks aan handje, kom maar achteruit, hoor. Achteruit.
Kom maar hoor. Niks aan dat handje. Ja, en nou wordt het weer groen. Jongen. Voor niks die enge noodstop gehad. Je hebt hier dubbele stoplichten, ook aan de andere kant. Verkeerslichten. Ja, dat. Ja, groen. Ja, groen. Oh, toch rood. Nee, toch groen. Nee. Oh ja. Ja, hou op hoor. Oh. Ja, groen. Wat hebben wij toch een geluk vandaag, hè? Nou, zit echt van die sensoren in de weg. Ja. Sensoren. Ja, sensors. Sensors! Laten we gelijk even naar dat mooie stuk doorrijden. Moet je even de hele tijd rechtdoor gaan. Naar dat Norse Oil? Ja, nee, naar dat kasteeltje. Oh, ja. We hebben de tijd jongens vandaag. We hebben de tijd, we gaan eventjes wat mooie dingen aan jullie showen. De vorige video zijn we bij de Scania fabriek geweest. Vandaag gaan we eventjes een mooi kasteel showen waar je best mooie screenshots kunt maken, eventueel. Ik heb nog een watertoren hier. Jij gaat de hele tijd door oranje en ik ga weer door rood. Ja, nu is wel rood. Ja. En nou heb je hier staan drie... we net stil, knalt hij weer op groen hoor. Nou heb je hier drie stoplichten, dankjewel. Knalt ik tegen jou aan? Ja. Nee joh, hou op. Ja, echt wel. Ik voelde niks. Kijk hoe ze afstand ik van je heb, joh. Ja, ik zie het. Ja, drie verkeerslichten, ja. Ik vind het een geweldige combinatie, zo'n S-serie met zo'n containertje erachter. Die containers hebben wel wat hoor, ik vind dat mooi werk. Ja, toch heb ik liever een strakke trailer. Ja, maar ik weet niet. Een normale, zeg maar. Ja. Containerboeren van het platteland. En dan zometeen Hero moet we ergens rechts gaan. Hero, zometeen, hè, daaro. Dus dan gaan we gewoon de eerste rechts en dan knallen we er even snel bij langs. Kijk, hier kan je... Oh, wat doe ik nou? Oh nou. Ja, mooi V8, hè. Nou, kijk, hier heb je kasteeltje. En hier kun je best mooie screenshots maken. Laten wij hier ook even een mooie screenshot maken. Oké. Oh, ik zijn de boom. Ik ga even screenshot maken. Hoor. Wacht even, hoor. Kijk jongens, ik kan hem gewoon even een mooie screenshot maken. Nou, die Volvo hoeft er niet op. Nou, vooruit, die Volvo mag er ook op, zo. Maar toch staat deze route niet op de weg. Maar als ik hier sta, krijg ik wel weer, zeg maar, dat rode lijntje dat ik terug moet. Ook vanaf hier. Even kijken hoor. Hoe zeg je dan? Oh ja. Ja, ik weet niet. Apart. Nou, rijden jongen, rijden. Lukt dit makkelijk of... Nou, ik denk dat dit mijn eerste of tweede keer dat ik hier gekomen ben. Of nou, via dat weggetje. Ja, maar ik bedoel, lukt het makkelijk met die boom? Ik zie hier, ja, ik kan gewoon door die boom heen. Tegen de ja? Ja. Ik rijd gewoon langs die auto's heen. Als ze een auto-alarm hadden, jongen, dan waren die auto-alarmpjes al lang afgegaan. Ja. Dan moet die boom natuurlijk niet aanraken. En ik heb hem niet aanraakt. Ik ben wel door de takjes heen gegaan. Ah, joh. Kan je wel tegen houden. En daar heb je nog NS Oil. Dat is een of andere dijk. Dus kun je ook wel mooie screenshots maken. Ja, dit is gewoon een mooie plek. Heel Scandinavië is gewoon een mooie DLC. Daar kun je zoveel mooie screenshots maken, jongen. Ja. En meisjes. En opa's en oma's. En moeders en vaders. En tantes en ooms. En zusjes, broertjes. Weet ik veel wat je allemaal hebt. Nichtjes, neefjes. Kijk, en voor met 90 richt ik dat bedrijf. Maar we gaan wel netjes remmen voor de bocht, want er kan maar zo een trein aankomen. Maar ik kom geen trein aan. Nee, ik kom nooit een trein aan. Nee. Tenminste, ik heb nog nooit een trein gezien. Nee, nog nooit gezien. Heb ik nog nooit gezien, ja? Nog nooit. Nog nooit gezien. Oh! Ja, nou raakt hij me weer. Ja, ik rem te laat. Sorry. Spijt me, sorry. Ben je nou boos? Ja. Bah. Echt? Ja. Ik wil een schadevergoeding. Mijn container is kapot. Ja. Dat zou zo'n containertje kosten. Er zit een duikje in.
Ik denk dat zo'n container best duur is. Ik denk het ook. Wat een materiaal. Volgens mij ga ik naar de verkeerde kant op. Ja, ik zie het pijltje al staan, dan moet je er altijd zo in rijden. Pijltje? Ik zie geen pijltje. Ja, vlaggetje. Shit, ik kan even omdraaien. Oh, er staat hier een LZV'tje. Nou, daar ben je ook niet blij van natuurlijk. Daar kun je eigenlijk niet omheen draaien. Oh, een helikoptertje. Even recht, hè. Zo, hoppa. Je moet wel even recht staan, hè. Even recht, hè. Nou mensen, ga ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Jorrit en ik gaan vast nog wel een keer een video opnemen. Of niet? Of wil je niet meer? Of heb ik je nou te vaak gebeukt dat je niet meer wil? Nou. Nee, oké. Okay. Iedereen bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, bedankt voor het abonneren. Vergeet me nu te volgen op Insta en Snapchat Thomas Express NLT. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Later, ciao. Ciao. Ciao.